De mensen, ze noemen zichzelf Bulderdrang. Het is een soort theater en niet alleen voor kinderen. Een soort alternatief circus. Vanavond zal u mogen kijken en luisteren naar Circus Bulderdrang in Space. Inderdaad! Wij gaan vechten tegen Supernova. Supernova! Wij gaan vliegen langs planeten en verre streken. En dat allemaal, beste kindjes, zonder spraakgebrek. Bulderdrang theater? Nee. Is Bulderdrang circus? Nee. Is Bulderdrang rock'n'roll? Nee. Bulderdrang is rock'n'roll volgens mij en ook volgens de rest binnen Bulderdrang. Het is gewoon in de eerste plaats heel kinderachtig en het is een soort van kinderachtige samenraapsel van al die dingen. Bestreel mij met je zilveren vingers. Op je mandoline. Ja, het lijkt allemaal heel vluchtig, maar het probleem is, wij willen een soort van 4 uur 's nachts effect teweeg brengen. Haast elke dag en zonder konden deed de knekelman zijn ronde. Ze hebben het gevoel dat ze allemaal gefeest hebben, dat ze allemaal blij zijn, maar om 4 uur 's nachts worden ze wakker en merken ze dat ze eigenlijk heel de nacht hebben zitten dromen en zitten nadenken en hun onderbewusten eigenlijk helemaal in actie is geschoten en aan het exploderen is. En dat ze een totaal angstzweet wakker worden. Over de regenboog, kakel, bonte kluif. Hoe veeg deze tranen droog, adem in mijn oog. Ja, we treden zo wat overal in het land op. En het land is dan België, met name Vlaanderen. Centrum van de wereld, niet waar. Daar treden wij op van frietkoothallen tot jeugdhuizen, tot parochiezaal, tot dementen bejaarden te huizen. En wanneer begon uw carrière als hond? Ik wil dicht bij jou zijn, jou beminnen. Opnieuw beginnen. Maar ik weet, het kan niet meer. Oh nee. Hoezo? Hoe Jean-Marie terechtkwam in Circus Bulderdrang. Dus het circus bestond al een tijdje, maar het is in de obscure beginperiode dat we alleen maar in kleine cafeetjes optraden en altijd in Antwerpen. Ik wijs ook niet. Was ik je magge. Ondertussen is hij een zanger geworden met een heel eigen stijl. En later, nu we toch al een beetje gesetteld zijn, is het naar de media toe zo dat het lijkt alsof hij de kopman is. En intern is het zo dat hij zelf vaak zegt dat hij zich het zesde wiel aan de wagen voelt. En de waarheid ligt natuurlijk in het midden. Viel! Zeer veel heb ik daarover nagedacht. Tegenwoordig leven we alsmaar sneller en meer optredens en meer productie en meer behoeften aan dingen, zodat de teksten oppervlakkiger worden. Maar het komt de muziek wel ten goede. Oppervlakkige teksten, maar met een waanzinnige riff eronder, komen dan toch weer terug tot hun recht. Maar ze blijven wel heel essentieel.
mijn melk. Zapen wij niet. Patatten met rust. Vreten wij niet. 1 en 1 is 2. Weten wij niet. Keutels van karton. Scheten wij niet. Wij zijn de mannen van niks. Wij zijn de mannen van riks, niks betiks. Wij zijn de mannen van God al liggen. Wij zijn de mannen. Wij zijn de mannen. Dit is een bus ammoniak. En dit is de CD van Bulderdrang. Het grappige is dat die CD niet in de handel te verkrijgen is. Goeie stond. Wat zie ik daar? Mijn raket, de stalen alligator, komt toevallig voorbij gevlogen. Ze gaan regelrecht naar het ijzervuilsel melkwegstelsel. Kinder, de planeet. Ze gaan landen, denk ik. Ik was toch aan boord gekropen van de stalen alligator. Omdat ik wel vermoedde dat helemaal op het einde van de ruimtereis mijn hulp nog wel gebruikt zou kunnen worden dan. Ja, dit was Circus Bulderdrang. Kom eens kijken. Hè.